Goedemorgen. Goedemorgen, live vanuit Voedselbank Stichting Hoop voor Morgen. Is God geen goede God? Er worden op dit moment 400 voedselpakketten bezorgd. En het is een grote donatie. Dat hebben we van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft ervoor gezorgd voor ons. We zijn zeer erkentelijk. Danken hun voor deze donatie. Yes. Annelies, dank je wel. Dank je wel voor deze grote donatie. Gedoneerd door het Rode Kruis. Wij zijn zeer erkentelijk en blij met deze gift voor de gezinnen. Voor de ongedocumenteerden ook. Die hebben er ook recht op. Dat wij straks mogen delen. Dank u wel, Rode Kruis. Dank u wel. God is een goede God, dat blijf ik zeggen. Ja, wat zag je? Ja, heerlijk. Ja. Ja, bezorgd door de Macro. Macro Horeca Bezorgservice. Annelies, heel fijn dat dit gebeurt, dat dit is gebracht, dat is gedoneerd. Yes. Yes. Het Rode Kruis moet er zijn. Mensen denken erom, het Rode Kruis, die moet er zijn. Yes? Jawel. Wij zijn ook... Dank je wel. We zijn zeer erkentelijk. We zijn zeer blij. Ik ben reuze blij. Ik heb bijna niet geslapen. Om dit in ontvangst te nemen vandaag. Yes, yes. Annelies, nogmaals. Onze dank is zeer groot. Dank je wel. Voor jouw gouden hartje. Bedankt, chauffeur. Even kijken. Jawel, zo meteen binnen.
De Heer zegt op dit moment aan mij, wees stil en weet dat ik God ben. Ik ben jouw God. Ik zorg voor de kwetsbaren. Ik zorg voor de minder bedeelden. Ik zorg voor de mensen die nood hebben. Daarvoor ben ik God. Dank u, Jezus, voor uw mooie woord deze ochtend. Dank u wel. Dank u wel. U bent goed. Dus straks als hij komt, dan ga ik dat aan hem geven. Oké. Dat is niet duur, 50. Nee. Hij zei zelfs, ja, maar ik heb gezegd. Jeetje, Ik proef. Ik zorg. Ze kunnen dan vaker bellen totdat. En hoe ga je dat nou verwerken? Of het weg kan? De doos uitnemen? We gaan eerst kijken, eentje, wat erin zit. Het is verse producten als groenten. Dus we gaan eentje openmaken en dan gaan we kijken. Als het makkelijker is, dan gaat gewoon één in een pakketje.
En dan zetten we de kleine dingetjes van ons erbij voor vandaag. Maar dat scheelt voor ons heel veel, dit. Ja, dit ja. Ja. Papi, dat is vers brood, hè? Ja, inderdaad. Ja. Houden jullie aan het werk? Ja. Nee, maar het is fijn om dit zo te zien. Nogmaals, Rode Kruis. Wij zien jullie erkentelijk. Dank jullie wel. Amen. Zeer goed is hij. Zeer goed. En wat zo mooi is, de zon schijnt. De zon breekt door. Wauw. 7 pallets. Ja, ik zag het net op die aan de voorkant geschreven. Uh-huh. Yes. Ja, dat is hem. En we zijn achteral weer gewoon aan het werk. We zijn al bezig pakketjes achter te maken om de mensen vandaag te bedienen. En yes, we go for it. Thank you, Jesus. Live vanuit Stichting Hoop voor Morgen. Vandaag een hele mooie donatie ontvangen van het Rode Kruis. 400 volledige voedselpakketten voor de gezinnen. God is zeer goed, is zeer te prijzen. He is real. Our God is an awesome God. He reigns and reigns and reigns forever and forever. Thank you, Jesus. Intussen, als jij nou één doet, dan begint het kijken. Het zijn gewoon allemaal verse producten voor de gezinnen. Zit er in een doos aardappel, uien, wortelen, knoflookpasta, eieren, groenten. Echt de nodige basisproducten wat je nodig hebt. In de keuken, dat zit erin. Allemaal verse producten.
Daar zijn we reuze blij mee. Zullen de mensen ook heel blij mee zijn. Opnieuw en opnieuw. Yes, Muriel. He is good. He is awesome. Etty? Etty, kan je dat voor me roepen? Ja, die zijn oud, ja. Die moet ik er echt wegdenken. En ik had die pot voor. Adinda, die kratten horen op deze. Nee, die wifi gaat uit. Hij staat uit.
Hallo. Oké. Okay. Dan wordt die live aan het video. Ja, ik ben aan de live, ja, dan... maar als ik een stap naar voren ga, gaat die telefoon uit. Oh, echt? Ja. Je hebt wifi? Ja. Ah, zij doet het op wifi. Ik snap het. Jawel, zeker. Waarom niet? Taki, waar wil je ze hebben? Allemaal naar binnen. Oké, okay. Ja, mag ook gewoon hier hoor. Ik begin maar met hier. De daar, de daar. Vullen. Ja, mag. Ja. Ik ga ze gewoon op de vloer zetten. Sorry hoor.
Ja. Nou, mensen, we gaan hier verder. En we gaan verder met het werk hier. En God zegen jullie allemaal. Groetjes, Regina.